raar natuurlijk als we al 20 jaar bezig zijn. Dat het nu pas echt gaat gebeuren gewoon hier. Amerika heeft natuurlijk op heel veel gebieden volgelopen. Hip-hop, R&B, allemaal Amerika, jazz. Maar niet house. Het is nu een onlosmakelijk deel geworden van hedendaagse muziek. Een cultuurstroming waar ik een klein onderdeeltje van ben. Ik wil die Nederlandse sound internationaal brengen. Want die Nederlandse sound die was gevangen in ons land. Het enige wat ik leuk vond aan die Grammy is dat Nederland ineens eindelijk door had wat ik aan het doen was. We zijn natuurlijk een heel klein landje. We willen de wereld veroveren. Het is ook altijd de gouden stijlregel. Als je Nederlands kan draaien, dan kan je overal draaien. Als je ergens binnenkomt en je zegt kom uit Nederland, die oren gaan gelijk zo. Zo uniek ten opzichte van de rest van de wereld. Zo makkelijk is, doe het dan zelf. Als je uit Nederland komt, dan moet je wel goed zijn. We nemen over. Dutch House is a new movement, man. They're revolutionizing the whole state of trance, the whole state of house music. Eigenlijk zijn we allemaal gewoon hele grote nerds die gewoon de hele dag met een computertje aan het spelen zijn. Dus jij hebt mij geboekt omdat mijn Facebook snel groeit? Of boek je mij omdat je mijn platen top vindt? Ga ik hier gewoon af te wassen en op een ander moment sta je gewoon 60.000 man te vermaken met jouw muziek. In Amerika, het land waar al die mooie muziek vandaan komt, waar soul vandaan komt, waar blues vandaan komt. Dat staat nu in één keer los te gaan op die Nederlandse piepjes. Ik vind het ook het eerlijkste, weet je, anders is het zo makkelijk. Ja, het is mislukt omdat mijn manager. Nee, dan ben je gewoon lul omdat je niks hebt gedaan. Elke fan telt voor 10. Wait a minute, we're filming you and you're filming us.